Dus ja, klein verslag van de wedstrijd. Ik denk dat Wetter iets gretiger als wij beginnen aan de wedstrijd. Dat is een beetje ons gewoonte dat wij altijd iets te plat beginnen aan de wedstrijd. Maar nu kost ik er een beetje in komen. Het was onze derde wedstrijd in 7 dagen. Maar ik had wel gevraagd van slim te spelen, goed in de organisatie, rust in de opbouw. En dat was totaal het geval niet. Wetter kost ons heel goed opvang. Hij schakelde redelijk snel om. En we zijn eerst neuf, hebben we niet veel. Waarom lekker een beetje afwezig? Te plat in de duels. Tweede bal was niet voor ons. Het ons eigen moeilijk gemaakt. Dan scoren Wetteren. Weliswaar hadden ze maar een half kansje of twee gehad. Oké, ze scoren. Het is 1-0. En dan, ja, dan tweede helft. Als je ziet dat dat dezelfde ploeg is in principe. Dan de eerste helft van ons. En dan zeg je, ja, maar de eerste helft hebben die staan slapen. Of de tweede helft zijn we gewoon overgegaan. En ik denk. Dat bij die 1-2, die bal van Pinto kan 1-3 zijn. We zijn heel scherp uit de kleedkamers gekomen, scoren 1-1. We scoren schitterend 1-2. Bal tussendoor op Van Damme. En dan, ja, oké, okay, dan die bal op de paal. Penalty is licht voor mij. Ik zou nog een keer de billen moeten zien. Ik stond langs die kant. Ik verwachtte niet dat hij ging fluiten. Hij fluit, oké, okay, ja, maar we missen hem wel. Op een schitterende wijze, moet ik zeggen. En dan maak je het je eigen moeilijk. Op het moment dat ik Broekaart wil gaan afhalen, omdat ik voel dat dat benauw begint te komen, ja, oké, okay, ik krijg hem toch zijn rood. En ton, ja, ton, dan moet je terug van op organisatie in pompen of verzuim. En we het overleefd. Ik denk dat Wetteren dan met de lange balbonen is. En misschien ja, iets te weinig die man meer situatie uitgebuit heeft. Want lange ballen tegen ons, denk ik dat we centraal van achter toch redelijk sterk staan. En ik denk dat al bij al in 90 minuten dat verdiend is de overwinning. Ja, ik denk dat ik de analyse van Fred perfect kan volgen. Wij hadden precies gevraagd om scherp te beginnen, omwille van het feit dat Oostende ook deze week al gespeeld had. En ja, als je onderaan staat, dan moet je proberen van de eventjes ja, gebrek aan scherpte van de tegenstander en op die manier snel in de match te proberen komen. Dat is vrij aardig gelukt, zonder veel doelkansen. Vooral het belangrijkste was ook het spel van Oostende opvangen. Dat hebben we goed gedaan. Uiteindelijk scoren we dan toch een doelpunt en ja, gaan we de kleedkamer in met een goed gevoel. Behalve dat we Yves Cordier kwijt waren, die toch in de eerste helft een aantal goede acties op de linkerflank hier gedaan had. En voor wat gevaar zorgde. Ja, dan moet je weer gaan schuiven. Komt er een speler in die toch een heel ander type is. En ja, dan de tweede helft komt Oostende heel snel, of te snel voor ons, op gelijke hoogte. Met een klutsbal eigenlijk. De voorzet die afwijkt op centrale verdediger. En ja, dan weet je dat je het misschien wel weer gaat moeilijk krijgen en zo geschieden. Maar ik denk dat we ons vooral moeten optrekken aan de eerste helft. En Daan de Pever, die vandaag zijn debuut gemaakt heeft, die duidelijk een versterking is voor ons. Maar die ook duidelijk nog heel wat matchritme mankeert. En ja, ik denk dat daar ook een van de redenen lag waarom dat we het in de tweede helft wat moeilijk kregen. Een paar jongens die ritme missen. En dan Oostende, die in versnelling hoger ging spelen. En ja, als je dan op 10 minuten tijd die 2 doelpunten maakt, dan moet je hopen dat je nog kan terugkeren. We hebben dat geprobeerd door achteraan wat risico's te nemen, wat mensen doorschuiven. Maar jammer genoeg, en dat is de druk van de tijd, werd er dan gekozen voor de bal in het pak te spelen, terwijl dat de vrije mannen op de flanken stonden. En dat hebben we jammer genoeg niet gedaan, maar oké. De frustratie is groot omwille van het opnieuw te verliezen. Maar we moeten ons op de ingeslagen weg van de eerste helft verder en knokken en hopen dat zo snel mogelijk het tij kan keren. Het is alvast de nul is gelukkig nu van de tabellen, want ik denk dat dit ook mentaal begon door te wegen. Nog geen doelpunt, vandaag scoren we er wel 1, maar krijgen we er 2 tegen. En het resultaat is dat we uiteindelijk de wedstrijd verliezen.